Phonics. Dikste duizend. Luister naar de Phonics. Dikste duizend avondshow. Mijn naam is Sander. Ik zit hier nog steeds met Brian MG. Gang. En inmiddels is er ook iemand bijgekomen. Dat is Lee. Ik hoor alleen niks in mijn hoofd. Oh, dan gaan we even snel. Moet je even snel een andere koptelefoon checken? Ja, joh, pak. Probeer gewoon en dan hopelijk kan je ons horen. Want het is al belangrijk, inderdaad. Liefst natuurlijk ook goed vertegenwoordigd in de Phonics Dikste Duizend. Ja, ja, Mamacita, ik heb hem, Mamacita. En je hoort ons. Nou, hey, dat is ook helemaal goed. Jullie gaan het tegen elkaar opnemen, Brian en Liefst. In de 5-second game. Ik ga jullie om de beurt vragen stellen. De bedoeling is dat je de hele tijd drie dingen, mannen, namen, dieren, wat dan ook, items noemt. En dat doe je binnen 5 seconden. Lukt het je? Heb je een punt? En Brian, vind je het goed als ik bij jou begin? Let's go. Oké. Brian MG, ja. Noem 3 Nederlandse provincies. Ik taf hem. Ik dacht, ik kom even chillen bij Phonics. Maar omdat je 5 seconden... Ja, het is heel kort. Ja, man. Nou, helaas, geen punten verdiend. Gaan we naar, naar Liefs. Liefs, noem 3 Belgische steden. Bro. Snel, hè? Oh. Deze kon je wel pakken, man. Ik zeg je eerlijk, ik dacht echt dat we gewoon kwamen chillen. Even komen chatten. Ik moet gewoon meteen mijn hersenen breken. Je moet meteen aan de bak, Oké, let's go. Antwerpen wilde je gaan zeggen. Ja, Brussel of Gent en Nederlandse provincies. Bijvoorbeeld Zuid-Holland, daar zijn we nu in. Zuid-Holland. Gelderland. Ja, precies. Nou, ik was nooit echt zo goed met topo. Ik ging altijd gewoon leren voor de toets. Kreeg ik naar 8 en dan was ik het alweer vergeten. Ja, precies. De dag daarna dan wist je niks meer. Ja. Oké. Nog geen punten verdiend. We gaan verder. Leaves. Yes. Noem 3 dingen die niet leuk zijn als je vakkenvuller bent. Vervelende klanten. Kapotte flessen. Damn! Ja, helaas. Ook niet. Shit. Gaan we door naar Brian MG. Noem 3 dingen die je zegt als je verliest met een potje gamen. Shit. Fuck. Shit. 2 keer shit. Ja, ik kan hem officieel nog niet. Ik vind het een leuke. Ik zou hem willen goed rekenen, maar helaas. Mocht het tegelijk blijven, dan ga ik dit misschien in jouw voordeel nog wel laten. Dus dat vond ik wel tof. Maar nee, officieel nog geen punten verdiend. Liefs, ik ga het je niet makkelijker maken, vrees ik. Noem 3 merken die met de letter G beginnen. Gucci. Ja. Ja, als jij er meer geweten, Brian? Gucci, G-Star. Bam, klaar. Ja, klaar. Ja, was nou, Giorgio Armani bijvoorbeeld. Ja, precies. Oké, Brian MG. Noem 3 dingen die een pasgeboren baby nodig heeft. Melk, borstvoeding. Ik dacht, die gaat liefde zeggen of iets. Oh, ik dacht luiers. Luiers ook. Ja, precies. Er wordt slecht gescoord, man. Maar weet je wat is? Als je die hoort, dan raak je in de hoop. Dan word je gek. Ja. Eigenlijk moet je die koptelefoon gewoon afdoen. Ja. Ja, dan word je niet afgeleid door die, door die gekke tune. Oké. Liefs, noem 3 dingen die je moet doen als je in Tokio bent. Sushi eten, wagyu eten en naar een shrine. Dat is zo'n soort van tempel, broer. Kijk. Hij zet die koptelefoon ook letterlijk de koptelefoon af. Jij dat, man. Oh, wat goed. Hij heeft hem afgezet. Dan is de spanning extra groot. Nu moet ik wel killen, man. Want doe die koptelefoon af, man. Je moet nu, Brian MG, een punt scoren. Anders dan heb je verloren. Is cool. De vraag die jij moet beantwoorden is... Noem 3 Vlaamse scheldwoorden. Ik ken echt... Niet direct, man. Nee? Nee, man. Ik scheld nooit in het Vlaams, man. Dus, nee? Hoe scheld je dan? Ik scheld niet. Je scheldt niet? Ik zeg gewoon shit of fuck of... Ja. Alleen dat. Want dat is het. En shit soms 2 keer. Ja. Dat betekent toch echt dat er maar 1 winnaar is. En dat is met een hele minimale score. Doe aan die Ik apprecieer Lekker bezig met Phonics. Dikste duizend.